Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo betreurt de berichtgeving rondom de aanrijding op de hoek van de Boniestraat en de Scholiekeurstraat. Bij deze zware aanrijding schakelde de politie de ambulancedienst in. De melding van deze aanrijding kwam via de centrale meldkamer binnen. Toen de ambulance van het AZP ter plaatse kwam, was er inderdaad reeds een ambulance van de Surcat aanwezig. Het slachtoffer lag echter nog op het wegdek en was nog niet overgeplaatst op hun brandkaart. De politie heeft volgens protocol de instructie gegeven dat het team van het AZP de zaak overneemt. Het ambulanceteam AZP vertrok binnen 10 minuten met de gewonden richting het ziekenhuis. Het team van het AZP heeft nimmer onder het belet om eerste hulp te bieden aan het slachtoffer. We juichen juist de inzet van alle ambulancediensten in Suriname toe ter verbetering van de dienstverlening naar de samenleving.